Op dit moment vaart het pontje nog helemaal op eigen kracht tussen Hekelingen en Nieuw-Beijenland. Maar straks zal het toch echt met de hand moeten gaan gebeuren. Tientallen mensen zullen dan het 3 ton zware pontje van de ene kant naar de andere kant gaan trekken. En voor die krachtuitspanning moet er natuurlijk wel wat energie eerst in en bereiden de mensen zich voor op het naastgelegen festivalterrein. Je hebt het al eens eerder getrokken of niet? Nee, eerste keer. Ik heb net gehoord, we moeten gewoon trekken op het moment dat er wordt gezocht trekken en bij los moeten we loslaten en meer weet ik ook nog niet. Dus... Speciaal getraind hè? Hoe dan? Nou, gewoon even wat arme oefeningen doen. En dan is het tijd om klaar te staan om het pontje te gaan trekken. Even met de touw vastmaken en dan trekken maar. Mevrouw, kom op trekken! Ik doe niet anders! Harder, harder! Kom op, burgemeester, trekken! Harder! Meneer, het ging allemaal goed? Het ging best. Het begin rolden we nog even over elkaar heen, maar het ging goed. Dat is wel heel zwaar. En de trainingen hebben geholpen? Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb geen idee van tijd verder. Maar het duurde voor mijn gevoel wel een uur. Maar uw zweet is eruit. En niet voor later was het volgende team aan de beurt. Dat probeerde het pontje zo snel mogelijk deze kant op te trekken.